staan hier bij een enthousiaste, dolblije, heel gelukkige inwoonster van Appenkerk, Trudy Steenbergen. Ja, de vlag kan uit volgens mij. Nou, de vlag kan uit. We moeten natuurlijk niet voorbarig zijn. Het scenario om een onderzoek te starten naar nieuwbouw, dat is met algemene stemmen inderdaad goedgekeurd. En ja, dat onderzoek moet nu plaats gaan vinden. Er zijn natuurlijk een heleboel details die nog ingevuld moeten worden. Nou ja, details, het zijn grote details. En ja, dat is het afwachten. Maar in ieder geval op dit moment heel erg gelukkig met dit amendement van de PW 2010 en de rest die het unaniem heeft gesteund. Ja, de toekomst ziet er dus ja, eigenlijk wel florissant uit. En het is nu alleen nog even kijken welke plek is het mooist. Heeft u een voorkeur? Het huidige plek of achter de nieuwe bonte, het nieuwe Bonte Paad? Het belangrijkste is dat er het dorpshuis er komt. Een duurzaam dorpshuis. Energiezuinig. Waar het komt, dat is een tweede. De mooiste plek is wat mij betreft natuurlijk de plek waar het nu ook staat. Aan de vijver, aan het dorpslijn. Met grote parkeermogelijkheden bij de Spar. Dat is natuurlijk het mooiste. Zeker voor als er activiteiten zijn in het dorpshuis. Grote activiteiten. Maar wat ik al zeg, het belangrijkste is dat er een nieuw dorpshuis komt. Gefeliciteerd. Dank u wel.